Goedenavond en van harte welkom bij de vijfde en voorlopig laatste uitzending van Ondernemers van Eigen Zeebodem. En vandaag zijn we er in feestelijke kerstsfeer. In deze serie praten we met ondernemers die in Flevoland aan het werk zijn en hun hart aan deze provincie verpacht hebben, vooral waar het gaat om voeding. En vanavond praten we met Gerard en zijn dochter Eva Flantua. En zij zijn ontzettende liefhebbers van gastronomie en vooral in Flevoland, want daar gebeurt het volgens hen allemaal. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, en thuis praat je ook de hele avond mee, dat doe je in de chat, dus laat daar vast weten dat je er bent. Ik weet dat Karel er al is en als jij er ook bent, laat het even weten. En ik ben benieuwd wat jij deze kerst in ieder geval op tafel gaat zetten. Laat het ons weten. Ja, Eva, gastronomie, wat is dat nou eigenlijk? Ja, vaak als we het over gastronomie hebben, dan denken we aan de sterrenchef in de keukens. Maar in onze beleving gaat gastronomie eigenlijk verder dan dat. En dat leerde ik vooral in Italië, zullen we het misschien straks nog wel meer over hebben. Maar eigenlijk als je het over gastronomie hebt, dan heb je het over de hele voedselketen. En is dat waar, zo? Waar begint en eindigt die? Ja, dat is eigenlijk bij de boer en wat wij met elkaar eten in restaurants, maar ook gewoon in onze eigen keuken. En bij gastronomie gaat het over het verenigen, over het samenkomen van voedsel, van politiek, van economie, van ecologie, cultuur. Is gastronomie gewoon de wereld dan? Eigenlijk wel. Als je door de lens van voedsel, en dat geloof ik ook wel echt, als je door de lens van voedsel naar de wereld kijkt, dan kan je de wereld echt een stuk beter maken. En ja, dus het is eigenlijk die keuzes die de boer al maakt. Ja, hoe teelt hij, wat produceert hij, hoe zorgt hij voor zijn omgeving? Hoe zet hij zijn producten af? Allemaal gastronomie. Ja, en ook de keuzes die wij maken als consument. Wat kopen we nou? En eigenlijk heeft dat allemaal invloed op dat wat we uiteindelijk eten in een restaurant of bij ons thuis. En Gerard, wanneer is het dan geen gastronomie meer? Alles is gastronomie. Weet je, elke dag zijn we bezig met eten. Mm-hmm. Onze keuzes om eten te kopen. Mm-hmm. Bij wie ga je het doen? Voor ons als restaurateurs is het van, in mijn geval. Kijk, de meeste ondernemers gaan naar een groothandel toe. Ja. Maar ik ga al jarenlang langs de boeren. Dat is voor jou ook gastronomie. Ja, tuurlijk. Het contact met die boer en dat je weet wat hij heeft op dat ogenblik, waarmee je wat kan doen. Je praat, je beleeft. Ja, is gastronomie, zit dat ook een beetje in sfeer en beleving? Want ik vroeg het aan een paar mensen in mijn omgeving, die hadden het meteen over mooie wijnglazen, dure servetten, luxe borden. Ja, maar het hoeft niet alleen maar in dat luxe en dat dure te zitten. Juist ook het hele daagse, dat is ook juist gastronomie en wat het vormgeeft. Ja, Lotte is er al, Jacques is present en Hans van Bracht die vindt het meteen goed om te horen, Gerard. Okay. Ja. Nou, we gaan richting de kerst, hè? Mensen zetten veel stoofpeertjes op tafel met kerst, hè? Is dat nou gastronomie? Nou, zeker tradities en gewoontes zijn zeker onderdeel daarvan. Dus het is een heel breed begrip eigenlijk. Ja, veel meer dan waar we misschien in eerste instantie aan denken. Ja, nou, nu we het erover hebben, denk ik eigenlijk een heel klein beetje. Er was in Nederland natuurlijk een grote vereniging van restaurateurs. Ja. Dat is de Alliance Gastronomique Nederlandaise. En daar werden wij altijd een beetje mee groot gemaakt van dat gastronomie was. Want waar stonden zij voor? Zij stonden voor zeg maar de wat duurdere restaurants. Mm-hmm. Die veel meer met de etiketten werkten en veel meer met de sterrenchefs. Ja. Maar eigenlijk. Nou, ook vanaf het begin dat Eva haar zichzelf als gastronoom naar voren of tentoonstelde, had ik wel zoiets van, ja, weet je, het is wel veel breder. En zoals dat we het er nu ook over hebben, het is ook echt waar je het koopt en hoe je het dan gaat bereiden en hoe je het dan ook weer bij de gast brengt. Dus jullie geven eigenlijk een nieuwe betekenis aan gastronomie. Ja, ik denk zelfs elk begrip ontwikkelt zich dat door de tijd en is met tijdsgeest natuurlijk wat de betekenis van een woord is. Ja. En ik denk met gastronomie dat we zeker naar een nieuw tijdperk aan het En als we in dat nieuwe tijdperk dat woord zouden verbannen, we doen het weg, we geven er een nieuw woord aan, wat zou het kunnen zijn? Oh,
Ik weet niet of het een nieuw woord nodig heeft, want het geeft wel... Ja, misschien zou het gewoon normaal moeten zijn. Weet je, bedoel... Het moet gewoon wat dichterbij, ja, nee, dichterbij maar, de mensen het komen. Moet, ik bedoel, we moeten allemaal die aandacht geven voor dat voedsel. Ja. Dus het, ja, normaal zou het wel... Ja, ik denk, ben er wel heilig van overtuigd dat de focus op lokale gastronomie ook heel veel doet. Zoals wij doen op Flevoland. Het verbetert ook meteen het imago van Flevoland. Mm-hmm. Als je heel vaak als mensen zegt, waar kom je vandaan? Ja, uit Flevoland. Oh, ach, die A6 en daar is toch super saai. En als je eigenlijk vertelt het hele verhaal van hoe Flevoland is ontstaan. En als je mensen meeneemt met de poten in de klei naar boerderijen. Iedereen komt hier echt terug of weg, gaat hier weg. En dan denk je zo, wow, wat is er? Waar zijn mensen door verrast? De hoeveelheid, de diversiteit. Ja. Ook wel nu het zoeken naar... innovatie, nieuwe manieren van... Ja. En we worden natuurlijk, Flevoland is natuurlijk bij uitstek ook weer voor, net zoals voor de Wur. Weet je, het zijn natuurlijk mooie vlakken, er kan van alles geprobeerd worden. Mm-hmm. Strokenteelt kan je heel makkelijk uitproberen hier in deze provincie. Dus het is eigenlijk gewoon de plek voor innovatie en vernieuwing, zeg jij. Ja. En laten we eens even gaan, even terug in de tijd voordat we vooruit gaan. Want jij hebt een gastronomisch onderzoek gedaan, kan ik wel zeggen, naar het erfgoed van Flevoland. Ja. En dat deed je met je oma, hè? Ja, klopt. Ja. Toen ik heb mijn master gedaan in Italië. Ja. En toen ik daar ging afstuderen, nou eigenlijk in Italië kwam ik echt weer erachter wat de waardering die ik heb voor de provincie. Mm-hmm. Ik woonde daar met mensen over de hele wereld samen. Ja, we gaan er straks uitgebreid over praten, okay, over die opleiding. Okay. Ja. Ja. Dat bracht mij gewoon echt weer voor die waardering voor het lokale product. En wat wilde jij onderzoeken met je oma in deze documentaire? Nou, ik wilde me bezig gaan houden met die toekomst van voedsel in Flevoland. Maar ik dacht wel van ja, als ik daarmee bezig ga, dan moet ik eerst heel goed de geschiedenis kennen. Grootgebracht met de verhalen van opa en oma. Mm-hmm. Opa werkte bij de Rijksdienst, dus hoe Flevoland werd vormgegeven. Ja. Aan de andere kant besefte ik me ook heel erg dat het eigenlijk heel uniek is dat we nu nog met de eerste bewoners van Flevoland kunnen praten, de polderpioniers. Ja, die zijn er nog. Die zijn ja, er nog. Die leven dus het nog. Het erfgoed leeft nog. Ja. Ja. Dus ik dacht, ja, dit is het moment om daarin te duiken. Dus toen heb ik mijn oma gevraagd om een paar maanden met mij te onderzoeken naar, ja, wat is dat gastronomisch erfgoed van Flevoland? Hoe is hier die cultuur ontwikkeld? Er is ontzettend veel kennis over hoe Flevoland is ontwikkeld. Ja. Maar eigenlijk heel veel technische kennis. En heel weinig op de cultuur. Je hebt wel de boerderijboeken, mm-hmm, die we natuurlijk als geen ander kennen. Maar daarnaast... Maar welk verhaal wilde jij horen? Nou, die van de mensen zelf. Ja. En dat is een verhaal over Jan in de zak en balken breien. Mm-hmm. En het verhaal... Jouw schoonmoeder is het, hè? Ja. Ja, laten we een klein stukje gaan kijken. Ik vroeg me af wat de nieuwe inwoners van Flevoland met zich meebrachten vanaf het oude land. Je eetgewoontes, die hou je vast. Er waren altijd recepten die je van huis uit meenam. Dat waren allemaal van die recepten wat altijd in Friesland gedaan had. Die gebruikte je hier ook. En vooral omdat de Spakenburg is, nou eet je weer heel andere invloeden dan dat ik natuurlijk vroeger had. Maar in landbouw eet je misschien wel traditioneel meer aardappels, dat je gevoel hebt een beetje aardappels toen je vlees moet eten of zo. Zo ben ik wel een beetje opgevoed wat meer. Wij gingen ook avonden organiseren van ieder waar ze vandaan kwamen, streekgewoontes. Dan had ieder zijn eigen recept mee. En in Gelderland hadden ze in de balkenbrei, deden ze er altijd anijs in. En in Overijssel, dat deden ze veel lever erin. Dat gezin uit de Betuwe, die mevrouw die maakte altijd advocaat. Maar dat was moeilijk, want die had daar zo'n slag van om dat goed te doen. Dus daar heb ik altijd een beetje moeite mee gehad. Wij hadden gewoon een hele pot bruine bonen met spek en alles van alles erdoor, maar wel meer stroop. Dus meer zoet. En de kinderen gaan dat nu ook weer doen, omdat je van oudsher meer dat zoete met stroop. En broeder, heb je daar Jan in de zak? Dat deed je echt in een zak. Dan had je bijvoorbeeld een liter melk en dan een pond of een weet ik het hoeveel bloem en een zootje eieren en dat goed mixen. En dan ging dat in een katoenen zak en die knoopte je dicht met een touwtje en dan liet je wel een zoot ruimte over, want ja, dat gaat rijzen.
En dan in een pan kokend water. En dan net zo lang tot het gaar was. En dan nou, op tafel met stroop of met boter en suiker. Was altijd heerlijk. Het is altijd heerlijk, de Jan in de zak. Is het uiteindelijk een soort koek dan? Ja, het is eigenlijk, vaak werd het gemaakt op maandag wasdag, als ja. ik het goed heb. En dus het was eigenlijk gewoon een makkelijk gerecht. Ja, het was ja, een klomp deeg en daar snee je dan stukjes van en dat at je dan. Nog steeds een favoriet in de familie, Gerard? Nee. Ja, er wordt in het filmpje heel veel gesproken over allerlei provincies eigenlijk, hè, wat overal vandaan komt. In hoeverre is het dan nog Flevolands erfgoed waar mensen het over hebben? Ja, Flevoland is echt een smeltkroes. Dus als je het over Flevoland hebt, iedereen in Flevoland is een immigrant. En ik denk dat dat ook het unieke is in nou, mensen die nu in Flevoland komen wonen. Of we merken ook dat er veel meer mensen uit het buitenland in Flevoland komen wonen. Ja. Die vaak niet echt die gemeenschappelijke deler ervaren. Maar als je eigenlijk terugkijkt naar die geschiedenis van Flevoland, is dat wat eigenlijk voor iedereen aan elkaar verbindt. Ja. En zijn het die voedsel... tradities en gewoontes die dan gedeeld worden, waardoor je de verhalen van vroeger, van ja, waar je vandaan kwam, kan dus delen. Dat komt allemaal eigenlijk binnen. Dat beïnvloedt allemaal de Flevolandse gastronomie, kan ik zo zeggen? Ja, absoluut. Nou, er komt ook allerlei zoetigheid langs, hè? Gerard, suiker en stroop. Hoort dat ook echt bij de Flevolandse gastronomie? De zoetigheid, ja. Weet je... Veel suikerbiet, hè? Ja. Recent mocht ik een suikerbiet van een boer meenemen. Ja. En die heb ik... Ik heb een voorliefde voor het koken onder vacuüm. Dus, dat is in plastic... Ja. Mag ik niet zo zeggen? We zouden een andere naam bedenken nog. Ja, die hadden we nog niet, hè? Nee, maar het is een... het is gesloten. Mm-hmm. En dan zit die suikerbiet, die heb ik 3,5 uur gewoon alleen... met zichzelf in het zakje gegaard. Wat gebeurt er dan? Ja, hij heeft gewoon zijn eigen smaakbeleving. Hij kookt in zijn eigen vocht, in zijn eigen nat. En als je die dan later, als je hem gaat eten, dus als hij weer koud is, en je snijdt er een plakje uit, nou, dan is het gewoon, je proeft suiker, je proeft aarde, je proeft de biet. Eigenlijk alles komt in één keer terug. En hoe uniek is het dat je een suikerbiet proeft, Eva? Ik denk, als je om je heen vraagt, dat er weinig mensen zijn die ooit suikerbiet gegeten hebben. Je zei ook, hè? Ik mocht een suikerbiet mee. Ja, nou, maar omdat ze natuurlijk zo groot zijn. Weet je, we hebben grote bietjes, we hebben kleine bietjes. En die zijn natuurlijk makkelijker te handelen. Ja. En niet iedereen heeft thuis een grote vacuümmachine en een grote vacuümzak. Dus dat was een leuk experiment voor jou. Ja. Maar dan ook weer terug om het aan die we hadden het op een gegeven moment. Ik had een groep gasten op de boerderij. Mm-hmm. En liep een meneer rond en ik liet het iedereen proeven. En die man die kwam naar voren, hij zegt, oh, ik proef vroeger. Want dan mocht ik de koeien voeren en dan stond er zo'n grote machine of zo'n grote rasp. En dan gingen dan die suikerbieten werden gemalen. Ik bedoel, hoe mooi is dat dan, dat zoiets terugkomt? Waarom word je daar zo blij van? De herkenning van mensen. Mm. Weet je, dat ze die geur herkennen of die smaak herkennen. Hè, waarmee we begonnen zijn, die gastronomie. Het zijn toch allemaal die dingen die ons vak leuk maken. Ja. Die het gewoon de waardering geven. Omdat ze het te delen ook. Ja. Ja. Heb je thuis vragen of reacties over suikerbieten of over andere dingen? Laat het weten, zet het in de chat. En we zijn ook nog steeds benieuwd naar wat jullie zelf gaan koken met kerst. Nou, het begon allemaal. Met de liefde, hè? Het gaan wonen en je vestigen in Flevoland. En het begon met een roze zakje zand. Daarvoor was er ook al wat gebeurd. Ja. Nee. Waar begint het familieverhaal? Het familieverhaal begint eigenlijk bij Hotel Kerkenbos in Zeist. Mm-hmm. Ik werkte daar in de keuken. Als chef de partie. Ja. En Wilma die was terug vanuit Amerika van au pair zijn. En die kwam in de receptie werken. En nou, je ziet hier ook al veel zoet en suiker. En, dus ik vond haar wel aardig. Dus elke avond als het diner over was, dan bracht ik een klein beetje naar de receptie toe. En was het een goede versiertruc?
Ik bedoel, ja. Blijkbaar. Ja, blijkbaar, hè, ja. Maar ik kwam na het Kerkenbos, ben ik naar Bermuda toe gegaan. Want ik dacht, ik had een vriend die daar werkte. Ja. En ik dacht, ik ga op avontuur. Ik kwam uit militaire dienst, was natuurlijk even vrij. En dat was eigenlijk nadat ik de liefde had gevonden, ben ik weggegaan en bleef eigenlijk schrijven. Omdat we in eerste instantie wilden proberen om Wilma ook naar Bermuda toe te halen en te doen. Maar je besloot naar Nederland te gaan, daar te blijven. Ja. Ja. Wanneer is de liefde zich gaan settelen? Wat was het moment waarop je dacht, ik heb Wilma? Nou, dat was eigenlijk dat was vrij snel. Want ze hield gewoon van lekker eten en ze hield ervan om verwend te worden. En net zoals dat waar we het net over hadden, weet je, gewoon... Het samen zijn, het samen doen. En Wilma die vloog ook nog, of vliegt nog als stewardess bij de KLM. Dat doet dus, ze naast het andere werk. Ja, 4 dagen per maand vliegt ze bij de KLM. En dat was voor ons natuurlijk ook een... we mochten de wereld ontdekken. En je wil eigenlijk terug naar dat stukje, naar de boerderij. En, je kon de hele wereld ontdekken, maar jullie vestigden jullie in Flevoland. Waarom was dat? Nou, dat was op een gegeven moment, ik had als chef gewerkt in Amsterdam en dat restaurant dat ging ter ziele. En toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking hier bij vrienden van ons, daar weer een moeder van, die had contact met de eigenaresse van restaurant Het Vliegveld op de luchthaven Lelystad. Ja. En dat restaurant ging stoppen. En toen dacht jij? En toen dacht ik van nou, ik ga kijken en Wilma zegt, nou, dat wordt niks. Want die had daar als meisje van 16, had zij daar ook weer gewerkt voor destijds voor restaurant Martin. En wat maakte dat jij zei dat wordt wel wat? Omdat ik zelfstandig wilde ondernemen. Mm. En ik wilde beginnen en ik wilde, dit lag binnen onze mogelijkheden om daar aan de gang te gaan. En toen begonnen jullie op dat terrein, op de luchthaven, het restaurant en... ik noem het altijd, meneer Schreuder had een vooruitziende blik wat er met Lelystad ging gebeuren. Wat was die blik? Dat het een groot vliegveld zou worden en dat het belangrijk zou worden. En daar husselen we allemaal nog steeds een beetje omheen. Maar voor ons was dat een plek het was het plekje waar we gewoon eten ook gewone dingen anders konden doen. En dat was het begin van Boerkok. Nee, dat was eerst nog. We zijn eerst begonnen bij het restaurant op de luchthaven. Ja. En in 2016, toen kwamen we, doordat we al heel lang aan het ondernemen waren in Lelystad, mochten we voor de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie, Lelystad Airport Business Park, mochten we samen met Tom en Tineke mochten we een akker van gangbaar naar biologisch brengen. Dat was 2014. Ja. En in 2016 kregen we de kans van de gemeente om het erfpacht en de schuren over te nemen. Dus, en daar begon het daar begon Boerkok. Ja, daar gaan we straks over verder praten. Ja. Inmiddels wordt er al van alles verteld. Er wordt lekkere eendenborst gemaakt van kwaak. Ja. Met kerst, dat vertelt Marco. Hans van Bracht. Oh. Lotte maakt Christmas pudding met veel drank. Goed bezig, Lotte. En Walter die maakt kipfilet in een korstje van zuurdezenbrood en tijm. En een desserttaart met lemonkurt en merengue. Nou, dat gaat allemaal lekker daar. Ja, die liefde, dat bloeide allemaal. Op een gegeven moment kwamen jij en je zus ter wereld. Ja. Hoe is nu die verdeling in de familie? Hoe ziet dat er nu zo'n beetje uit? We zien nu het plaatje van jou en je zus. Jij zit hier als gastronoom. Wat doet je zus? Ja, Sanne die werkt bij mijn ouders. Dus die is op een gegeven moment naar haar studie... is ze in het restaurant begonnen in de keuken en is ze nu op de boerderij eigenlijk alles aan het opzetten. Ja, Sanne heeft hoger hotelschool gedaan in Leeuwarden. En ook weer dat door middel van haar stages. In Valencia heeft ze een minor gedaan en ze heeft een stukje stage gelopen in Californië bij een groot wijngaard. Ze kwam terug bij jullie? Ja, en ze kwam eerst weer terug in Nederland en toen was het op een gegeven moment, er waren wat, om een bepaalde reden kwam ze wat nauwer in contact en we hadden er nodig.
En ze ontwikkelde zich als een, als een goede chef naast mij in de keuken. En op dit ogenblik doet ze eigenlijk veel meer als dat stukje koken. Want dat koken, dat... Wat doet ze? Het bedrijf leiden, de events organiseren, het uitdenken van de strategieën, van hoe we straks verder willen. Ze heeft een waardevolle plek binnen de onderneming. Ja, zeker absoluut. Wel. Ja. En jij bent je eigen weg gegaan ook na die middelbare school. Toen ben je naar Italië vertrokken. Ja, eerst heb ik in Den Bosch gestudeerd aan de HAS, de Agrarische Hogeschool. En daar heb ik food design gestudeerd. Mm-hmm. Vond ik een hele leuke opleiding, omdat het super breed was en je eigenlijk alle facetten van voedsel meekreeg. Maar ik miste daar toch wel iets in. En dat is gewoon, ja, welke rol speelt voedsel nou eigenlijk in de wereld waarin we leven? En dat wilde je gaan uitzoeken. Ja. Ja. En toen, ik had met papa stiekem al wel eens tijdens mijn stage UNISC gezien. De University of Gastronomics in Italië. Maar toen dacht ik, is de school inderdaad. Nou, dat is wel een heel droomplaatje. Ja, het is een beetje inderdaad Harry Potter, hè? Ja. 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 Viel je voor het gebouw of viel je voor iets anders? Nee, wel echt. Het is een universiteit die vanuit slow food filosofie eigenlijk is gestart. Mm-hmm. Hier in Polenzo is ook slow food ooit opgericht door Carlo Petrini. En ik was altijd als student wel betrokken bij het Slow Food Youth Network. En ik was daar al wel in dat netwerk me aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Toen zei pap van, ga daar nog eens een keer naar kijken. Waarom niet? Waarom vond je het belangrijk dat ze daarheen ging? Nee, ik vond niet, het was niet wat ik wilde. Ik merkte dat Eva daar gewoon, dat haar interesses daar lagen. Ja. En zij spiegelde een beetje van, want het was best wel kostbaar om er naartoe te gaan. Mm-hmm. En ze had haar eigen potje gespaard. En ze spiegelde eigenlijk van, zal dat wel, ik bedoel, is dat goed, ja. Is dat goed besteed om daar naartoe te gaan? En wat was jouw belangrijkste reden om te zeggen, doe maar? Gewoon omdat ik het gevoel had dat ze daar gelukkig mee zou worden. Je ging daarheen? Ja. Wat was een belangrijke les die je daar leerde? Tijdens de studie? Ja. Tijdens de studie. Wat waren eye-openers? Nou, altijd als mensen er naar vragen en ook aanbevelen van, is dit een studie die ik zou moeten doen? Ja. Of beveel je het aan? Ja, ik denk niet dat het zozeer een studie is. Het is een kijk op de wereld, op het leven die je meegegeven wordt. Het is heel erg een verbreding. En je hebt het over, wat we zeiden, wat is gastronomie? Ja, dat is zo'n multidisciplinaire benadering op de wereld eigenlijk. En dat is wat ik daar mee heb gekregen. Dus. En wat greep jou daar zo in? Ja, eigenlijk gewoon de mensen. De persoonlijke verhalen en hoe... Je medestudenten, dat is de docenten. Ja, en je merkt ook wel, zeg maar, het waren niet zomaar docenten die daar les gaven. Er kwamen mensen over de hele wereld kwamen daarheen. En sommigen waren niet eens docenten of leraren, maar gewoon mensen die een verhaal te vertellen hadden. En dat was denk ik het meest inspirerend, om gewoon die echtheid en die verbondenheid... Waar gingen die verhalen zoal over? Ja, over altijd over wat eet je, wat kook je, wat... Jawel, maar als jullie samen gingen eten, want het waren diverse nationaliteiten, hè? Mm-hmm. Het waren mensen uit Japan, uit Israël. En dan, wij zijn ook tussendoor wel op visite geweest. Ja. En dan merkte je gewoon, dan kom je in een huiskamertje en dan, het ging over het eten, ze waren samen aan het koken. Maar er werden ook, die meisjes uit Israël werd op een gegeven moment, die vertelden hun verhaal over dat ze in dienst waren geweest en hoe beschermend daar was. En, dus dat ging over veel meer dan over dat eten alleen. Ja. Kan ik zeggen dat het levenslessen waren? Ja, absoluut. Ja. Hoe lang ben je daar geweest? 1 jaar heb ik in de bubbel mogen leven. Okay. Toen kwam je uit die bubbel. Ja. En wat voor een Eva kreeg je terug? Een wijze. Ja? Waar zat die wijsheid, Eva? Ja, ik denk gewoon de andere manier die ik geleerd heb van hoe de wereld in elkaar steekt. En natuurlijk is dat nog maar zo'n beetje van wat je meekrijgt, hoe het echt is. Maar ja, gewoon een andere kijk. Er kwam een wijze Eva terug. Wat leerde je van haar toen? Ja, heel veel. Om rustiger te kijken naar wat er in je omgeving zit. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je, nadat je uit Italië terugkwam, dat je de summer school... Ja, wat we eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik
meekreeg is, we leven in een wereld die zo verbonden is. Ik weet wat er in China gebeurt en in Zuid-Amerika. We zijn op de hoogte. De afstanden zijn niet meer zo groot. De wereldproblematieken worden ook groter, worden complexer. Maar als je echt een verschil wil maken, probeer dat dan in je eigen omgeving te doen. En probeer niet vanuit hier waar jij bent in Zuid-Amerika het verschil te maken. En daarom ging je terug naar Flevoland. En daarom ging ik terug naar Flevoland. Ja. Martin vindt het heel inspirerend. Jullie drijfveer en jullie passie en ook jullie bredere kijk op voedsel. Want je hebt ook een hele mooie slogan. Ik zag iets op jouw website en nu kan ik hem net natuurlijk niet vinden. Want ik vond hem juist zo mooi. Waar had ik hem nou? Oh ja, jij zegt voedsel heeft een belangrijke invloed op de vormgeving van onze wereld. Ja. Dat schrijf je op je site. Ja. Ik was benieuwd, wat bedoel je daarmee? Nou, als je eigenlijk in de historie terugkijkt in hoe steden of provincies zelfs zijn vormgegeven, is het heel vaak terug te leiden naar voedsel. Kun je een voorbeeld geven? Nou, als je naar Flevoland kijkt, is natuurlijk ontwikkeld om Nederland te voorzien van voedsel. Mm-hmm. Maar ook als je kijkt naar een stad zoals Londen, die is echt opgebouwd naar hoe voedsel in de stad komt. Als je daar ook nog steeds naar straatnamen kijkt, dan weet je nog steeds hoe de varkens en de koeien de stad in kwamen. Het fundament van de stad bijna. Ja. Toen kwam je terug. Ja. En toen heb jij Studio Daags opgericht, gaan we zo over praten. Maar jij was ondertussen ook bezig natuurlijk met jouw eigen onderneming, met Boerkok. Hè? Ja. Ja. Wat is dat voor een plek? Ja, een magische plek. De droom komt uit. Wat was de droom? Nou, de droom. Ik ga wel eens. Ik ben geboren op de Hopakker in Utrecht. Ja. En dat was al een beetje voorzien. En die dingen die komen elke keer een stukje terug. En hier op deze plek, het ligt dicht bij de stad. Mm-hmm. We willen de mensen laten proeven wat er van het seizoen op het moment aanwezig is. Mm-hmm. We zijn van vrijdag tot en met zondag zijn we open. En dan hebben we zeg maar op vrijdag en zondag hebben we een barbecue. Een barbecue. Ja, een barbecue. Wat is een barbecue? Nou, een barbecue, standaard in het concept is altijd dat je vooraf een aantal kleine hapjes proeft. Mm-hmm. Dit soort heerlijkheden? Ja, nou, en de barbecue, dus je krijgt 4-5 hapjes vooraf. Mm-hmm. En veelal met groentes, net zoals zeg maar deze, de bhaji of de ui empanada. En het hoofdgerecht komt altijd van de barbecue. Mm-hmm. Ja. En waar moet ik aan denken? De ene keer is het vlees van polderkip, mm-hmm, of de kwaak. Die was populair hier inderdaad. Marco is ook, weet je, je kan een verhaal vertellen. Wij serveren de canard d'avenue Rousseau. En dat is? Een rietweg eend. Ah. En Marco heeft zijn bedrijf aan de Rietweg en daar halen we met heel veel plezier de verse eendenborsten of de eendenbouten. Dus de barbecue is ook een verhaal over de boeren, waar het vandaan komt. Ja. Ja. Nou, en op zaterdag hebben we een buren-boerenmenu, dat is een viergangen menu. Ja. Traditioneel openen we met een liedje van Fats Domino. Dat ga jij dan zingen? Nee, dat doet meneer zelf. Binnenkort ga ik dat zelf doen. Want op Blueberry Hill, I Found My Freedom. En dat was een favoriet nummer van mijn vader. En daar openen we de avond mee. Waarom? En waarom? Ja. Ja, ik vind historie zo belangrijk. Ah. Ik heb ook altijd, hij staat hier achter in het beeld, het hoedje van Wilma's vader. Wilma's vader is overleden. Maar dat hoedje had hij altijd op als hij in het land liep. Aha. En de bescherming tegen de zon. En dat was Ben West daar, dat was zijn herkenning, zijn hoedje. Nou, hier, ja, daar is hij ook op de foto, ja. Dus dat erfgoed gaat in alles mee. Ja, het gaat van hoedje tot liedje. Ja, dan kunnen we het verhaal vertellen. En dan open ik ook en dan pak ik een stukje terug op die historie. En dat we zoveel dichtbij hebben wat we kunnen laten proeven. Mm. Maar ik kan ook het verhaal vertellen van het vertrouwen wat ik vond als ik boeren bezocht. Als ik vertelde dat ik de schoonzoon was van Ben Smit. Ja. Nou weet je, dat gaat allemaal. Daar gingen deurtjes open. Is je vader een kok of is hij een verhalenverteller? In eerste plaats verhalen vertellen, nee. Ja? Nee, ja, maar ik denk wel, verhalen staan bij ons wel centraal. En ik denk ook wat dat het belangrijkste is. Je kan een appel eten of een biet eten, gewoon zonder na te denken. En je eet het gewoon. Wat we eigenlijk
vaak doen. Doet iedereen. Wat verandert er als we het verhaal kennen? Ja, dan gaat het leven, dan krijg je waardering daarvoor. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat we willen meegeven. Is die waardering voor het lokale product, voor de producenten achter die producten. En wij zijn ervan overtuigd dat door die verhalen te vertellen, dat mensen dat ook gaan waarderen en erkenning ervoor. Nou, zo heb je ook een bokkendiner georganiseerd. Daar hebben we een filmpje van. Gaan we zo naar kijken. Samen? Hebben jullie samen gedaan, ja. Jullie gezamenlijke project. Is het toevallig bokkenvlees van Lia Smit die eerder hier gezeten ja, heeft, of ook, niet? Ja. Ja, we gaan even kijken naar het bokkendiner, want dan krijgen we een beetje gevoel bij jouw boerkok. Ik zou zeggen, begin, eet lekker en vooral voel je thuis. Ja, het was een voor-corona diner, zeiden we al tegen elkaar. In 2019, dus als je nu de schuur binnenkomt, is het ook totaal anders. Dat zal denk ik elke keer zijn als je bij ons naar binnen komt. Uh-huh. Maar hebben we ook al een hele verbouwing erop zitten. Maar dit diner was inderdaad in boktober, oktober maand. En je had vooruit met... Is oktober de maand van de bok? Ja. Ja? Ja, waarom echt... is dat? Ja, ik weet echt niet waar ik misschien gewoon boktober dat mooi lekker, dat en dat het lekker. Een moment is dat het aandacht aangegeven wordt. Ja, dat was het moment dat er ook door Horizon, door Karin. Vooruit met de geitenbok. Werd er gewoon wat meer aandacht gegeven aan, zeg maar, omdat de bokjes eigenlijk een heel kort leven hadden. Ja, dat was precies. Dat was bijna een soort product waar nog niet zoveel mee gebeurde, kan ik het zo zeggen? Ja, ja. En omdat, zeg maar, om die... we zijn natuurlijk allemaal steeds meer bezig met het dierenwelzijn. Ja. En daar was die aandacht voor. Was dat de reden ook om zo'n bokdiner te organiseren? Om aandacht op en de waardering voor het bokkenvlees. We zijn natuurlijk in Nederland gewoon niet zoveel gewend om mannenvlees te eten. Mm. Terwijl het ook gewoon super smaakvol vlees is. En door middel van dit soort diners ook weer proberen we weer mensen daar ook over te informeren. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk niet eens weten wat er aan de hand is met mannenvlees. En wat voor reacties krijg je op zo'n avond? Want het zit een heel gemêleerd gezelschap. Ja, maar het gaat ook om de diversiteit. En dan ga je ook zoeken. En je zoekt ook naar recepten die niet eigen zijn. Mm. Dus ik heb toen voor het hoofdgerecht heb ik een recept gekregen van Mila. Mila is een hele bekende dame in Lelystad, die heel veel goede dingen doet. Dat is ook weer erfgoed eigenlijk. Ja, en Mila is Surinaams. En die bracht mij op het idee van een cabritus tuba. Dus dat is dus eigenlijk een gerecht van de eilanden, wat heel spicy is en wat een hele mooie stoofschotel is. En zo krijg je dan weer... Dus het is de combinatie eigenlijk van het hele goede koken en het hele goede verhaal? Ja, het goede verhaal. Met een goed verhaal kan je goed koken. Maar Walter, het moet wel lekker zijn. Dat is wel het belangrijkste. Was het lekker? Ja. Nou, Walter vindt het heel erg mooi om durf en aandacht te geven aan onbekende producten. Zoals dat bokkenvlees. Dus dat waardeert hij. Dankjewel Walter voor jouw reactie. Jouw vader vertelt de verhalen. Daar leer je, dat inspireert. Wat leer je van je dochter? Bewust zijn. Zij allebei de dochters, die er is gewoon een andere kijk. Zij kijken heel anders naar voeding als dat ik geleerd heb. Mm-hmm. Ik heb een traditionele technische opleiding gedaan. Dus de kokschool en daarna ga je stages lopen. Je gaat één dag per week naar school, de andere dagen... Zij gaat naar een of andere Zweinstein opleiding. Ja, maar, zowel Sanne als Eva zijn allebei gewoon veel bewuster met voeding bezig. Weet je, zij geven met regelmaat de nieuwe ideeën aan. Ja. En
ja, vroeger kon alles in de keuken. Je pakte maar en je deed maar. En nu ben je, ja, ben je op zoek naar een feestvarkentje waar je iets van kan maken. Of, nou ja, ook de, ik herinner me echt nog de eerste keer dat ik bij Tineke, bij de camphaan binnenkwam. En ik zei van, goh, ik wil graag wat van je vlees hebben. Ja. Oh, er komt weer zo'n kok en die wil alleen maar de entrecôte en de ossenhazen. Maar wat wilde je? Ik wilde het stoofvlees. Ah, en dat, dat doen we nu nog steeds als soervlees. Ja. Maar dat soervlees is ook weer, dat is een recept van een vriendin van Wilma, Connie. En die komt uit Bemelen, uit Limburg. Ja. Daar heb ik een recept van gekregen waar we nu nog steeds ons zuurvlees van maken. Kijk, je haalt het overal, je haalt het overal vandaan. Eva, jij hebt je eigen onderneming gestart, hè? Ja. Ja, Studiodaags. Wat wilde jij daarin doen wat binnen Boer Kok wellicht geen ruimte had? Nou, ik wil niet zeggen dat daar geen ruimte voor was. Ik groeide op met die waardering voor Flevoland, het Flevolandse product. Ja. We hadden het restaurant en de boerderij was steeds meer aan het ontwikkelen. En ik wilde niet per se in de horeca meteen gaan. Wat wilde jij neerzetten? Ja, ik wilde die Flevolandse gastronomie op de kaart brengen. Wat ik merkte in onze omgeving is dat we heel vaak horen dat we over producten vertelden. Van, oh, weet je dat dit hier geproduceerd wordt? Of dat mensen dat eigenlijk helemaal niet weten. Dus toen dacht ik van, ja, een van de belangrijkste dingen is natuurlijk gewoon kennis en weten wat er lokaal geproduceerd wordt. Dus die kennis wilde ik heel graag gaan delen. Dat ben je gaan doen in Studiodaags. Ja. Kun je eens een voorbeeld geven van een project waarvan je zegt, nou, daar ben ik trots op. Dat is echt Studiodaags. Nou, eigenlijk, ik doe projecten door de hele voedselketen heen. Dus dat is zowel onderzoeken van wat wordt er dit aankomend jaar geproduceerd in de polder. Dus dan probeer ik alle producenten te benaderen als we een bouwplan klaar hebben van wat maken jullie nou. En dan kom ik elke keer weer op nieuwe producten, dan zijn er weer zoveel bouwplan is wat mensen van plan zijn te gaan verbouwen. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Ja. Ja, en dan, nou, vaak is het wel hetzelfde gewassen, maar soms zijn ze ook weer aan het experimenteren. En nou, nu weten we ook dat er volgend jaar kikkererwten in de Noordoostpolder geproduceerd gaan worden. Een eerste experiment. En dus je hebt dat heel goed in beeld eigenlijk wat overal gebeurt. Ja. Ja. Ja, en dat probeer ik weer te koppelen aan al die andere initiatieven die er in Flevoland opgezet worden. Om te zorgen dat het ook afgenomen wordt. En dan, vooruitlopend op die kikkererwten. Ja. Hebben we de budgie ontwikkeld al. Kijk, dus je gaat meteen door op waar je dochter mee aankomt. Dat is ook een belangrijke rol. Zij doet ook heel veel aangeven aan ons. Mm-hmm. Weet je, het contact wat ze heeft met de diverse leveranciers of producenten. Daar worden wij gewoon weer eventjes op het spoor gezet. Kan ik zeggen dat ze een trendwatcher is? In ieder geval een trendwoordje, ja. Eva, je hebt net een nieuw project. Smaakzoekers op wielen. Daar hebben we een kort filmpje van. Wat gaan we zien? Een zoektocht om een echt Flevolands menu te ontwikkelen. Laten we gaan kijken. Ik ben Sherine Miranda, chef-kok. En ik ben Nadia Zerouali, culinaire ondernemer. En samen gaan wij in ons Almere op zoek naar al het lekkers dat deze stad en regio ons te bieden heeft. Heel uitgesproken spinazie. Tussen de kolen. Ja, maar hier gaan we niks geks meer doen. Dat is toch bizar echt. Met deze truck gaan we rijden door de provincie Flevoland. We kijken terug in de geschiedenis en geven een blik op de toekomst. Wij zijn de smaakzoekers. Op wielen. In deze bijzondere serie van 7 afleveringen stellen Sharon en Nadia hun eigen Flevolands 6-gangen-menu samen. Is het een mooi gezicht? Ja, als je dan dit eruit krijgt. Je moest een echte pionier zijn. Nu gaan we het Nadia maken. Dat is levenshistorie. Bekijk alle afleveringen op smaakzoekers.inflevoland.nl. Heel erg. Ja, dat voel ik in mijn ogen. Je zit ontzettend te lachen. Wat is dat? De dames. Deze dames. De dames, ja. Ja, nee, maar dat is gewoon het dynamische, weet je, wat ze hebben en het, nou ja. Het eigen. Wat gaat het teweeg brengen, Eva, deze serie?
Ja, ik hoop heel veel. Nee, met heel veel verschillende partners hebben we hier aan gewerkt. Ja. Echt om gewoon een basis te leggen. Zoveel verschillende partijen zijn met lokaal voedsel bezig. Mm. En uiteindelijk is het natuurlijk allemaal hetzelfde verhaal. Dus deze serie mag een soort basis zijn voor iedereen om zijn agenda op te zetten. En ook mensen, inwoners van Flevoland, maar ook zeker daarbuiten te inspireren wat Flevoland allemaal te bieden heeft. Ja. Nou gaan we, we horen een heleboel verhalen van jullie. Hè? Dat is wat jullie bindt. Het verhaal vertellen over dat voedsel, de geschiedenis, de toekomst. Nou noemen veel mensen jullie ook inspirerend voorbeeld van de korte keten, zoals dat dan in beleidstermen heet. Hè? Hoe noem jij dat graag? Korte keten, weet je, dat het is gewoon de interesse voor je omgeving. Waar de bietjes van Martin, de uien van RF17, aardappeltjes van Janssen. dat zie je allemaal in die producten. Ja, nee, maar ik bedoel de bio-eitjes van de familie Knook. Weet je, het zijn... Jij weet van alles waar het vandaan komt, hè? Je koopt je product bij die boer en dan kom je regelmatig terug en je komt in de koelcel. Of weet je, de 's ochtends haal ik kaas en dan staat Artie, die staat zijn koeien nog te melken. En dan als ik het meeneem, soms leg je een briefje neer. Iedereen brengt je elke keer op ideetjes. Het brengt ideeën, het brengt verhalen, het brengt verbinding. Het kost ook een hele hoop tijd. Ja, dus ik denk ook wel als je het hebt over voorbeeld voor de korte keten, weet ik niet per se of wij dat zijn, omdat je het met de korte keten toch ook wel over een heel systeem, een systemische aanpak hebt. En ik ga zeker niet alle horecaondernemers in Flevoland aanraden om hetzelfde op dezelfde manier te doen als wij dat doen. Omdat dat maakt het voor ons het allerleukst om echt dat contact te zijn met die producenten. En daar als er mensen zijn die jullie inspirerend vinden en denken, nou ik wil ook iets aan die korte keten doen. Wat zou een belangrijk argument kunnen zijn voor mensen om daarin mee te willen? Is dat de voedseltransitie? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Nou, ook gewoon voor de ontwikkeling van onze eigen omgeving. Met die korte keten steun je natuurlijk ook de lokale economie. Ja. En zorg je er met elkaar voor dat je eigen omgeving ontwikkeld en beter wordt. En toekomstbestendig wordt. Dus alleen dat al zou de reden moeten zijn. Wat is een eerste stap, Gerard, die mensen kunnen zetten? Kijken naar welke organisaties er in je omgeving zitten. Hier in Almere, Almeerse Welden, Lelystad met de Lelystadse boeren. En je hebt Flevo Food, overkoepelend. Ja, Flevo Food. Weet je, het zijn allemaal organisaties die willen tentoonstellen of tentoonspreiden wat er in die omgeving leeft en doet. Zeg je, de eerste stap is om je daar eens gewoon in te gaan verdiepen. Wat is er allemaal? Ja. Wat kun je daarna doen, Eva? Ga op bezoek bij een boer. Ga eens in gesprek met een producent. En het hoeft echt niet te zijn dat je meteen 100% je hele menu lokaal inkoopt. Mm-hmm. Zeker niet. Als het alleen maar misschien zit er om de hoek een aardappelboer, rij je daar elke dag langs en kan je dat afhalen. Het kan heel klein. Ja, kan het beginnen. Flevoland heeft heel veel steentjes bij de boerderijen. Dus je kan van een melktap tot de kaaswinkel kan je binnen. Of er zijn, hoe heet dat, aan de Zeeasterweg zit de zorgboerderij waar je van alles kan kopen. Dus er is heel veel aanbod eigenlijk. Ja, waanzinnig veel aanbod. Karin vraagt ook, werk je met alle boeren samen of maak je daar een soort selectie in? En je kan denk ik niet met alle boeren. We hebben volgens mij 5000 boeren in Flevoland, dus dat zeker niet. Maar we hebben vaste mensen uit onze omgeving, zeker in Lelystad. Mm-hmm. Maar we worden ook geregeld nog gebeld door iemand die zegt van, oh, ik heb weer iets nieuws. Dat is ook zeker waar we heel erg voor openstaan en het leukst vinden als boeren ook bij ons aankomen zetten van, ja, dat krijgen we ook wel. Ik heb bieten over, wat kunnen jullie ermee? Nou, precies. Deel het. Stel dat de provincie zegt, wij zijn zo enthousiast over die familie Flantua. Wij willen dat iedereen zoveel mogelijk op die manier gaat werken. Wat zouden ze dan kunnen doen om dat te stimuleren? De provincie? Ja, wat kan de provincie doen om te helpen?
Ja, ze helpen al heel veel. Want ik moet zeggen dat we wel heel erg bewust met elkaar omgaan. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat de provincie stelt ook al geeft ook al voorwaarden mee aan ondernemers die bijvoorbeeld op de airport gaan beginnen of in het provinciehuis zitten. Of ze geven altijd wel een stuk aan dat er samengewerkt moet worden met lokale ondernemers. Daar wordt op gestuurd al. Ja, ja. Ja, dus de provincie stuurt bijvoorbeeld naar een grote cateraar. En die grote cateraar die komt in contact met een Lelystadse boer, met Flavor Food. Weet je, dus we ja, er gebeurt al veel goeds. Ja. Hillebrand die vraagt, wat is jullie droom? Hè? Jullie hebben zijn een weg ingeslagen over 5 jaar, over 10 jaar. Waar staan jullie? Ja, dat is natuurlijk... Nu, moeilijkste vraag. Dat is nu een hele moeilijke vraag. Ja. Mede door corona bedoel je? Ja. Ja, weet je, we worden zo op het ogenblik zo beperkt door die mogelijkheden om het te laten zien. En van binnenuit, waar zit het vuur? Waar gaat het heen? Naar nu plannen maken voor het nieuwe jaar. Ervan uitgaande dat we gezond kunnen werken en de ruimte kunnen nemen die we nodig hebben. En ook de gasten de ruimte kunnen geven. En dan gaan we gewoon door met het contact houden met die boeren. Zodat we mensen kunnen laten proeven en mensen ook naar onze boerderij. Niet alleen onze boerderij, maar we zijn, er zijn zoveel mooie initiatieven op het ogenblik. Er is nog genoeg te doen. Ja. Ja. Zijn er zeker nog niet. Eva, waar gaat jouw innovatieve kracht nog heen de komende jaren? Nou, zeker nog veel meer bekendheid geven aan wat Flevoland allemaal te bieden heeft. En ook samen met de familie die gastronomie blijven ontwikkelen, mensen blijven prikkelen en vooral lekker laten eten. Ja. Dank jullie wel. Tot slot nog even Annemarie. Die wil heel erg graag weten al een paar minuten waar jij toch die leuke stropdas vandaan hebt. Ja, uit de kast. Uit de kast. En meer vertel je niet. Nee, nog niet. Ga je hem dragen bij het kerstdiner? Nou, met kerstdiner doen we alle stroppen los. Ja. Nou, dan wil ik graag van jullie nog weten, welke tip is er voor dat kerstdiner? Wat moeten we gaan koken? We kunnen een mooie pompoen vullen met allerlei lekkere groentes en daar een mooie... saus omheen maken, maar je kan ook... Jij zegt kerst is pompoen en jij zegt... Ja, bezoek de boerderijwinkel en bij je in de buurt en haal daar lekkere producten. Daar laten we ons inspireren. Ja. Dank jullie wel voor jullie inspiratie hier vandaag aan tafel. Er is nog genoeg te eten volgens mij, zo meteen een lekker drankje erbij. Ja. Heel veel geluk voor jullie samen. Dank je wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze voorlopig laatste aflevering van Ondernemers van Eigen Zeebodem. En ook wordt hier ineens... Yeah. Heel mysterieus gedaan, ja. Alvast een heel gelukkig nieuwjaar. Je kunt alle uitzendingen van Ondernemers van Eigen Zeebodem terugkijken op de website van Food Forum. Ja, daar gaan we. Ja. En als je dan er nog lang geen genoeg van hebt, dan kom je gewoon naar de Floriade. Want dan praten we heel graag door met alle ondernemers hier uit de regio. En wie jullie daar eigenlijk stiekem in beeld zagen, dat is Lotte Sluiter. Zij is de redacteur van dit programma en het heeft ze ongelooflijk goed gedaan. Ik wens jullie heel veel plezier en geluk bij jullie kerstdiner. En dank voor het kijken.